In deze derde les van Pinnacle Studio 15 voor senioren gaan we dieper in op het venster bewerken. Voordat u met monteren gaat beginnen, kiest u de weergave in het tijdlijnvenster. Het prettigst werkt de weergave tijdlijn. In deze weergavemodus zijn alle bewerkingen op het scherm zichtbaar. U kunt ook kiezen voor de weergave storyboard of tekst. Het tijdlijnvenster bevat een aantal sporen waarin de bewerkingen en effecten geplaatst worden. Het hoofdvideospoor bevat primaire videoscènes, schermvullende schijfmenu's, titels en afbeeldingen. Het overlay-videospoor en overlay-audiospoor worden gebruikt in combinatie met beeld-in-beeld of kleurwaardeinstellingen. In het audiospoor en voice-over worden audioclips gemengd met de overige geluidssporen. Als u speciale bewerkingen op een spoor wilt toepassen zonder dat de bewerking invloed heeft op het andere spoor, kunt u het spoor vergrendelen. Er zijn drie opties toe te passen om sporen. Het hangslot vergrendelt het hele video- of audiospoor, het luidsprekersymbool dempt alleen het audiospoor en het oogsymbool verbergt alleen het videospoor. Alle materiaal en speciale mogelijkheden zijn in zogenaamde albums opgeborgen. Het belangrijkste album bevat het videomateriaal. Maar er zijn ook albums met foto's en muziek die aan de montage worden toegevoegd. Voorts kunnen allerlei effecten, overgangen en titels op het project worden toegepast. En het materiaal is allemaal overzichtelijk opgeslagen in de albums. U kunt door het album scrollen met behulp van de schuifbalken aan de rechterzijde. De weergave van de miniaturen in het album kunt u wijzigen door met de rechtermuisknop op een scène te klikken. Kies pictogramweergave, detailweergave of thumbnailweergave. Voor het toevoegen van een andere scène of stilstaand beeld in een bestaande scène moet deze scène gesplitst worden. Positioneer de bewerkingslijn op de plaats in de tijdlijn waar de scène gesplitst moet worden. Vervolgens klikt u op het pictogram met het scheermesje om de clip te splitsen. U kunt ook de rechtermuisknop klikken en de optie Clip splitsen kiezen. Als u een nieuwe montage start, wordt automatisch een projectvak aangemaakt. Het projectvak bevat alleen die scènes, geluidsfragmenten, menu's, overgangen en overige bronnen die bij het montageproject behoren. Het projectvak wordt samen met het project opgeslagen.